We gaan het hebben met elkaar over het binden en het boeien van de klanten die je al hebt. Dat is wel een stuk lastiger geworden, denk ik, in het online tijdperk waar we al zo'n 15 jaar of zo in zitten. Hoe kun je nou de beleving mooier maken? Hoe kun je het slim inrichten? Met uiteindelijk het doel om meer loyale klanten binnen te houden. Ja, hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en daar kan je ook tools voor gebruiken. Als we doorgewisseld zijn, meteen even focus op die tafelleider. Wat gaat hij maar vertellen? Wat is er net gebeurd? Vaak wordt er in het bedrijf misschien net veel aandacht gegeven aan mensen die nog niet klant zijn. En vergeten we wel eens om iets te doen voor mensen die al wel klant zijn. Om echt te kunnen snappen, wat vinden nou mensen belangrijk in hun leven? En in hoeverre associëren ze dat nou met hetgene dat ze ervaren ook bij het bedrijf? Olaf Vugts. Maar de eerste keer dat ze met u en uw bedrijf in aanraking komen. Die is zo essentieel. Naar de toekomst, naar morgen, wat je anders gaat doen vanuit hier. Ja, ik denk zeker de klanten ook na afloop daar toch iets meer aandacht aan schenken, denk ik nog. Kijk, nu komen er heel veel makkelijk mensen allemaal binnen, maar het is zeker om die klanten te houden. Dat moeten we meer uit gaan halen. Je moet altijd proberen naar zo'n bijeenkomst te gaan met het idee van ik wil er iets van wijzer worden, ik wil er iets aan opsteken. Daarmee kun je ook de bal eens een keer omkeren. En niet zeggen ik vind dat van die klant, maar de klant vindt dat van mij. En ik denk dat dat een eye-opener is.